Emmeros van Tonningen van Beter de Beeld en Frans Poot van de D66 zijn deze week met elkaar aan stok gegaan. Zoals iedereen weet is de partij van Ros van Tonningen als beste uitgekomen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Toch nodigde Frans Poot hem niet uit voor de formatiegesprekken. Een van de argumenten bedroeg een Wilders-vergelijking. Wij gaan op de markt hier in de Beeld kijken wat de rest daarvan vond. Wat vindt u ervan dat Beter de Beeld niet is uitgenodigd voor de formatiegesprekken? Dat vind ik schandalig. En waarom? Nou, ik vind het een hele teleurstelling voor die man. En ik vind het ook dat het niet past tegenover de kiezers. Want ik heb dus gestemd op Ebbe. En ik vind het beneemt je de lust om de volgende keer weer te gaan stemmen. Schokkend. En waarom? Ik denk dat zij op gemeenteniveau heel wat kunnen inbrengen in het beleid. Ja, dat is een beetje bijzonder, want ze hadden wel 4 zetels, dacht ik. Hè? Ja, dat is vreemd. Ja. Prima. Prima, doet u weinig? Ja, doet me weinig. Ik heb het niet met mensen die alleen maar negatieve dingen doen, heb ik het niet op. Dat vind ik schandalig. En waarom? Omdat mensen hebben hun stem uitgebracht op Beter de Beeld. En dan hij is vanuit niets. Iets 4 zetels heeft hij binnengehaald en toch kan hij niet met de formatie meedoen. Dat is toch schandalig? Democratisch gezien is dat niet juist. U bent het er gewoon helemaal niet mee eens? Daar ben ik het niet mee eens. In ieder geval geraadpleegd moeten worden. En vindt u het belangrijk dat Ros van Tonningen in de coalitie zit? Dat is op zich niet belangrijk. Het gaat erom dat de partij gehoord wordt. En de naam vind ik dan niet belangrijk. Ja, dat vind ik wel. Want anders hoeven we geen stemming uit te schrijven. Anders heeft het niet zoveel zin? Nee, dan heeft dat helemaal geen zin. Want ik vind dit zo corrupt, het gaat overal zo. Ik vind het, iedereen is er niet over. Heel veel mensen zijn hier niet over te spreken. Vind ik niet belangrijk. Ik zou niet weten waarom. Zeker, want je haalt niet zomaar 4 zetels binnen. En als je wat de bevolking eigenlijk wil, de zijde schuiven. Daar komt het om neer. Dus ze luisteren wederom niet naar de stem van de bevolking. Frans Poot heeft Ros van Tonningen vergeleken met Geert Wilders. Vindt u dit net zo schandalig als de rest? Volkomen. Gaat nergens over. Ongepast. Nou, ik vind dat mensen gaan vergelijken met elkaar. En zeker die dus niet zo best bekend staan. Vind ik, dat is ook dat doe je niet. Dat hoort niet bij verzoen. Dus de vergelijking met Geert Wilders is heel onterecht? Is heel onterecht, ja. Dat vind ik heel schandalig. Nou, dat past niet. Dat past niet, je kan mensen niet vergelijken. Dat vindt u heel onterecht? Ja, dat vind ik helemaal onterecht. Maar hij is een ander mens. En dan moet hij toch meedoen met de formatie. De mening van de Beeldenaren is wel duidelijk. Ze zijn zogezegd non-amused. Ondertussen heeft Frans Poot zijn excuses aangeboden naar Ros van Tonningen toe. Volgende week zijn we er weer met marktverhalen.